Hallo iedereen, hopelijk zijn jullie gezond en wel, want hier sluit ons volgende thema van WO wel heel goed bij aan. Gezonde voeding. Jullie zien het hier al op deze pagina. Heel veel gezonde dingen die ertussen staan, maar we gaan er eens dieper op ingaan. Ik hoop dat jullie fris en monter zijn, want we gaan er direct aan beginnen. In jullie werkbundel vinden jullie ook dit plaatje terug, dus neem het er even bij en volg gewoon de opdrachtjes mee. Luister goed, want jullie moeten een aantal dingen doen tijdens deze les. Oké? Dus hier op deze bladzijde zien jullie, gaat het over gezond ontbijt. Het ontbijt is eigenlijk een van de belangrijkste, of zo niet de belangrijkste maaltijd van de dag. Het is aan jullie nu om eventjes aan te duiden in beide kolommen wat je eet 's morgens. Dus duid even aan hoe jij eet of wat jij eet 's morgens. En je duidt in elke kolom een aantal dingetjes aan. Dan is het aan jullie om eens na te tellen hoeveel zaken je aangeduid hebt in de ene kolom en hoeveel in de andere kolom. Want dat is wel heel belangrijk. Dus doen jullie dat nu even? Zet mij even dan ook op pauze en kunnen jullie de opdracht rustig maken. Dus duid gewoon aan wat of hoe jij 's morgens eet. Dus lees dat even en duid aan de dingen aan die bij jou van pas of die bij jou van toepassing zijn. Oké? Dus zet mij even op pauze, dan kan je dat rustig doen. En dan ga ik nu ook gewoon verder. Dus daaronder staat ook dat het ontbijt de eerste maaltijd van de dag is. Als je geen ontbijt neemt, dan heb je gewoon ook veel minder energie. Wij hebben een hele nacht geslapen, dus wij hebben ook geen eten binnen gehad, geen energie binnen gehad. Dus als wij opstaan en je zou bijvoorbeeld meteen gaan werken of naar school gaan, dan heeft je lichaam geen nieuwe brandstof gekregen. Auto's hebben bijvoorbeeld ook brandstof nodig om te kunnen rijden. Ons lichaam heeft ook brandstof nodig om energiek en goed door de dag te komen. Als jullie niet goed ontbijten, is het heel moeilijk om je ook te concentreren, bijvoorbeeld tijdens de les, omdat je geen energie in je lijf hebt. Dus vandaar, lieve meisjes en jongens, het is super, super belangrijk dat jullie toch even de tijd nemen om te ontbijten. En doe dat dan vooral ook een beetje gezond. Dus eet geen koeken 's morgens en zit geen cola te drinken, want dat zijn ook voedingsstoffen en die geven ook energie, maar geen gezonde energie. En die energie gaat ook heel snel weg. Dus je kan beter dingen kiezen die wat langer in je lichaam blijven om energie te geven. Dus ontbijten, heel belangrijk. Ik heb het daar net al even gezegd. Het is belangrijk dat je voldoende energie binnenkrijgt, omdat je de hele nacht geen eten hebt binnengekregen en dus ook geen energie meer over hebt. En hierdoor, door te ontbijten, door te eten, start ook je spijsvertering op. Dat is nu wel een heel moeilijk woord, hè? Spijsvertering. Wat is dat nu eigenlijk? En daaronder zie je dat, spijsvertering, wat is dit? Je ziet dit ook in je bundel. Wel, we hebben een filmpje gevonden, maar daarvoor moet je eventjes mij terug op pauze zetten en naar het internet gaan. En dan moet je even intikken wat hier ook op dit filmpje staat. www.schooltv.nl. Dus naar die website moet je even surfen. En dan zie je bovenaan zo'n wit balkje. En in dat witte balkje kan je een aantal woordjes intikken. En daar tik je in, het staat ook hier opgeschreven, de weg van het voedsel. Je moet dat zeker eens opzoeken, want daar ga je te weten komen wat dat nu betekent, de spijsvertering. Dat is echt super interessant om te weten, want ja, je neemt eten binnen, maar wat gebeurt er eigenlijk mee in je lijf? Dat is heel bijzonder. Je moet dat echt eens gaan zien, dat filmpje. Want als je dat filmpje ook gezien hebt, dan kan je ook meteen de opdracht die hier onderaan de bladzijde staat ook maken. Dat ga je niet kunnen doen als je dat filmpje niet gezien hebt. Want je moet in deze opdracht op de prent, je ziet daar een prent van de binnenkant van ons lichaam, ziet er best wel eng uit, al die slangen en die darmen en die buisjes. Dus het is dan aan jullie om op die tekening aan te duiden. En je ziet daar een aantal woordjes staan. Slokdarm, maag, dunne darm, mond en dikke darm. Dus het is aan jullie om op die tekening aan te duiden welk woordje bij welk stukje prent hoort.
Dus ga zeker eerst dat filmpje bekijken en maak dan onderaan deze opdracht in je bundel. En zet mij dan ook even op pauze. Oké, we gaan nog even verder met gezonde voeding. Kijk jullie even mee op dit blad. Hier staan een aantal zaken op eten en drinken. En het is aan jullie om hier aan te duiden welke dingen jullie graag eten of drinken. Dus kleur even de cirkeltjes in. Ga dan ook even kijken naar opdrachtje 2. Jullie moeten daar een aantal dingen opschrijven van wat is gezond eten of drinken. En bij nummer 3 moet je opschrijven wat is ongezond eten of drinken. En ik moet ook wel eerlijk bekennen, de dingen die ik zie, die lekkere frietjes, een zakje chips, oh, een pizzakje met een colaatje erbij, een stukje cake als dessert, dat is allemaal heel lekker, hè. Maar die appel en zo een rauw stukje wortel of komkommer of een lekker tasje warme soep en zo tomaat gesneden in stukjes met wat olijfolie, peper, zout en basilicum, dat is ook heerlijk lekker. En weet je wat het beste van al is? Dat houdt je lichaam van binnen ook wel proper en gezond. Dus mama, probeer er ook eens over na te denken als je eet, dat je niet altijd snel in de kast kruipt en een koekje neemt, maar kruip eens in de koelkast en pak eens een stukje wortel. En dat is niet veel moeite om dat eventjes te schillen en dat op te eten. En dat is echt ongelooflijk lekker en gezond. Dus denk heel goed na als je eet, want die gezonde voeding zorgt ervoor dat je ook veel betere energie hebt en dat je ook veel beter voelt in je lijf. En dat is wel heel belangrijk om goed bij stil te staan. Gezonde voeding, ik heb het gezegd, het is super belangrijk, maar het is ook geweldig lekker. Ik ga jullie een receptje aanleren en dat kunnen jullie in het derde leerjaar volgens mij absoluut allemaal ook alleen maken. We gaan een smoothie maken en een smoothie bestaat eigenlijk gewoon uit fruit. En je kan daar naast fruit ook een beetje sinaasappelsap bij doen. Of melk, of yoghurt, of gewoon een beetje water. Om het wat lopender te maken. Dat het niet zo'n dikke fruitpap wordt. Maar dat het echt lekker met een rietje kan gedronken worden. Dus, wat hebben wij nodig? Voor deze smoothie heb ik ananas gesneden. Ik had nog een stukje ananas in de frigo over. Ik denk 1/3 van mijn ananas nog. En de kantjes afsnijden. Ananas heeft ook zo soms van die bruine dingetjes. Je mag die daar ook uithalen als je dat wilt. Maar eigenlijk wordt dat gewoon gemixt. Dus op zich kan dat geen kwaad dat die er nog een beetje aan zijn. Ik ga er ook een banaantje bij doen. Voilà. En ik heb ook sinaasappelsap. Je kan het uit een bus nemen. Maar het is natuurlijk ook altijd gezonder als je het vers neemt. Dus ik heb een aantal appelsinen geperst. 3 stuks waren dit. En dan heb je toch al een serieuze portie. En dan moeten we gewoon een pot nemen. En wat gaan we doen? We doen al die ingrediënten daarin. Zo. Zorg ook, als je met een mesje snijdt, dat je je vingers er niet afsnijdt. Zorg dat mama en papa in de buurt zijn misschien. En in plaats van ananas bijvoorbeeld, kan je ook aardbeidjes nemen. Dat is nog makkelijker om te snijden. Of die moet je zelf niet snijden, die kan je er gewoon insteken. Alleen dat groen er misschien afdoen. Banaan is altijd lekker, want banaan geeft heel veel energie en smaakt ook gewoon lekker. Doe dat er gewoon zo in. Hup, 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 erin. En dan doen we gewoon nog een beetje sinaasappelsap erbij. Ik ga misschien ervoor zorgen dat die pitjes er niet mee in gaan. Voilà. Zie je dit? We halen nog een paar pitjes in. Oké. En wat hebben we dan nodig? Even mijn handen afkruisen. Gewoon een staafmixer. Dat hebben jullie allemaal wel in de keuken. En eventjes oren dicht, want dat gaat een beetje lawaai maken. Dat was ik nog vergeten, hier ben ik.
En kijk eens. Mooi lopende smoothie. Wacht, hè. Okay. Dat is eigenlijk goed voor twee porties. Maar in die twee porties, dus twee van die glazen, zit er dus eigenlijk, ja, pakt een derde van een ananas, dat is al redelijk veel. Eén banaan en vier appelsienen, dacht ik. Dus als je zo één glaasje leeg drinkt, dan heb je al twee stukken fruit, 2,5 stuk fruit of 3 stukken soms, al binnen. Hè? Dat is in zo'n glaasje. Hè? Kijk, ga eens proeven. Kei lekker en kei fris. Nou, dat zie ik. Ik ga het mij laten smaken. Doen jullie dat ook eens? Zo'n lekkere smoothie maken? Vraag de hulp van papa, mama, broer of zus. Of maak gewoon een verrassing voor de hele familie. Het is trouwens ook Vaderdag binnenkort. Misschien kan je voor papa ook eens een lekkere smoothie maken. Voilà. Veel succes allemaal. En ik verwacht een paar smoothies terug mee naar het school. Hè. Versen, hè. Geen week laten staan, want dan smaakt dat niet meer. Hè. Scholletjes, tot binnenkort.